Heel goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. De belangrijkste indices in de VS lieten een kleine daling zien. Het cijferseizoen is begonnen. De verwachtingen zijn niet erg hoog en kan dus voornamelijk meevallen. Jerome Powell gaf nog aan dat de economische outlook zwak is, hetgeen beleggers bevestiging gaf dat een renteverlaging toch nog mogelijk is. Olieprijzen dalen stevig. Nadat Mike Pompeo aangaf dat het bewind in Iran bereid is tot overleg over haar nucleaire programma. In Azië zien we de indices wat onder druk liggen. De besprekingen tussen de VS en China lopen zeker nog niet soepel. In Amsterdam opent de juryfuture vanmorgen onveranderd tot een fractie lager. We hebben natuurlijk de cijferaars. ASML laat weten aan de eigen verwachtingen te hebben voldaan, waarbij de marge zelfs hoger uitkwam. Vooral door de nieuwe EUV-machines die goed bijdroegen aan het resultaat. Bij het geheugensegment is de outlook echter nog zwak, maar bij Logic zijn de verwachtingen beter. Totale outlook voor heel 2019 blijft dan ook ongewijzigd. En ook TomTom overtrof de eigen verwachtingen. Vooral locatietechnologie maakte met 25% een stevige groei door. Het bedrijf zag de omzet op vergelijkbare basis met 2018 fors toenemen. Toch resteerde per saldo een verlies uit voortgezette activiteiten. En dat was ook nog eens groter dan verwacht. Arcadis scoort binnen een consortium een fraaie order in het Verenigd Koninkrijk. Totale orderwaarde is 2,6 miljard pond en zal een doorlooptijd geven van 4 jaar. Belangrijkste items op de agenda vandaag. Inflatiecijfertjes uit het Verenigd Koninkrijk om 10:30 en om 11:00 vanuit de EU. Om 2:30 uit Amerika. Bouwvergunningen en olievoorraden om 16:30. En vooral aandacht voor het Beige Book om 8:00 vanavond. En dat is een inkijkje in de stand van de Amerikaanse economie. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.